Deze beschouwing. die is naar aanleiding van een vraag. die ik kreeg op mijn werk. En daar heb ik een collega. dat is een. een jongen die komt uit. Nou, hij, heeft in ieder geval Maro hij noemt zichzelf een Marokkaan. Maar ik denk dat hij gewoon in Nederland geboren is. Anyway. een hele aardige gozer is het. En hij is dan Mohamedaan. En hij had iets gelezen op internet. En hij kwam die ochtend uh, een beetje opgewonden naar mij toe. En hij zei, van, of hij vroeg, wat vind jij daar nou van? En wat hem in het verkeerde keelgat was geschoten... was dat er aangekondigd werd dat de overheid bepaalde vaccinaties... Verplicht ging stellen. Of. Ja, beter gezegd. Het zou zo zijn. dat kinderdagverblijven. mochten kinderen. weigeren. als ze niet gevaccineerd waren. Nou, dat. dat, dat grenst dus aan. verplicht stellen. Hè? En. Ik weet al dat ze vanuit de VVD bijvoorbeeld, de Volkspartij voor Vaccinatie onder dwang, dus de V van Volkspartij en de V van Vaccinatie en de D van Dwang, de Volkspartij voor Vaccinatie en Dwang, en die willen het verplicht hebben. Dat hebben ze al gezegd, dat staat in hun partijprogramma ofzo. Een of andere VVD'er heeft dat gezegd. En die Mohammedaanse collega van mij... Die, die vond het belachelijk. En hij vindt het dan belachelijk... op religieuze grond. Zijn uitgangspunt is dat... Zo noemt hij dat dan, hè? Allah de mens gemaakt heeft in een perfecte vorm. En dat je daar niks aan hoeft te veranderen. Nou, ik denk dat je dat in de Bijbel ook zo kan vinden. Dat er zoiets staat, hè? Dat je op basis van de Bijbel hetzelfde vindt. En ik weet ook dat in die streng gelovige gemeenschappen, zoals Staphorst, dat daar ook een uitgesproken weerzin bestaat tegen vaccineren. Ja. Ik weet niet of ze daar dan ook even uitgaan dat dat. Datzelfde idee als die Mohammedaanse jongen dan heeft, hè? van je lichaam is perfect en dat moet je niet willen verbeteren. Of dat zij vinden dat je niet moet ingaan tegen de wil van God. En dus als je ziek wordt, dan is dat de wil van God en ja, dan moet je je niet tegen verzetten. Ik weet niet precies wat de beweeggronden zijn geweest voor die staphorstenaren destijds die hun kinderen niet lieten inenten tegen polio, bijvoorbeeld. Ja. En toen dacht ik van nou, dan moet ik maar eens even mijn gedachten over op een rijtje gaan zetten. Want het is natuurlijk interessant voor jullie om te weten wat nou wijsheid is als het gaat om vaccineren. en de wijsheid, de waarheid die ligt ergens in het midden. Kijk, als je weet dat er een epidemie is van een of andere verschrikkelijke ziekte en er is een vaccin voor, nou, is het verstandig om je te in te enten? Stel, je gaat voor langere tijd naar het oosten van Turkije. Nou, het is bekend dat. Weet het ook alweer: geelzucht. Hepatitis huppeltje, pup. Dat heerst daar. En die bevolking heeft daar niet zoveel last van. Maar jij als westerling. Jij kan daar makkelijk aan ten prooi vallen. Dus als je voor langere tijd naar Oost-Turkije gaat. dan is het verstandig om jezelf te laten inenten. Denk ik. Aan de andere kant. Ik werd door mijn moeder gevraagd om samen met mijn dochter. dat was na de scheiding. om mee te gaan op vakantie naar het westen van Turkije. naar Bodrum. En dan voor tien dagen. Nou, en toen werd dus de moeder van mijn kind helemaal panisch. Van, no, no, oh, het is een vaccin. Oh, hepatitis. oh, En mijn kind moest toen, of ons kind, moest gevaccineerd worden van die moeder. Want anders mocht het kind niet mee op vakantie. Kijk, dat slaat nergens op. Als je naar Oost-Turkije gaat voor langere tijd, ja, dan is het verstandig om ja, een soort risico-inschatting te maken. Maar in Bodrum, je moet geen gekke dingen doen, zoals uh, uh, ja, ijsjes op straat uh, in zo'n en ja, Mensen zitten er een beetje te scheppen met een ijslepel. Ja, dat soort schepijs of zo zou ik niet nemen. Ja, je kan wel een ijsje eten in Turkije, maar eet dan een ijsje van Ola. Of hoe heet dat daar? Ja, verpakt ijs. En als je water drinkt, drink geen water uit de kraan. Het is allemaal niet zo hygiënisch daar in Turkije. Ja, het moet toch een keer gezegd worden: die mensen zijn niet zo schoon. Dan kun je zeggen, joh, maar dit is racistisch wat je zegt. Nee, het is de waarheid. Ik heb een keer een buitenlands iemand heel uh, vol van verachting horen zeggen. Van, nou, en in Nederland, daar spoelen ze het toilet door met drinkwater. Helemaal gek geworden, die Hollanders. Dat was een buitenlander natuurlijk hè? Maar buitenlanders die zijn niet zo schoon. Dat is het punt. En wij wel. Wij zijn heel schoon. En Wij hebben uitgezocht of het mogelijk is om bijvoorbeeld toiletten en nou wat andere dingen, zodat dus je een, een grijs watercircuit hebt hier in Nederland. Maar punt 1, dan moet je dus die grijze waterleidingen voor aan gaan leggen. Want dat mag absoluut niet mixen met het gewone water. Want wat bij ons uit de kraan komt, dat kan je drinken. Dat is een unicum. En het is niet zo dat dat in Turkije niet mogelijk is, maar daar doen ze het niet. Ze hebben we daar een heel ander gevoel bij. Ze zijn daar niet zo schoon. Ja, wij wel. En dat heeft dan als bijkomstig ding dat wij dan ook maar van armoede het toilet doorspoelen met drinkwater. Ja, <laughs> ja maar we zijn schoon. En nee, wij gaan niet twee soorten water naar alle woningen leiden. Want er zijn risicoanalyses van gemaakt. En de kans dat het fout gaat en dat je per ongeluk toch grijs water, zo heet dat. Dat je dat mengt met drinkwater. Ja, die kans is aanzienlijk. Of de kans is ook aanzienlijk dat iemand zich vergist in de kraan of even. Dat is veel te risicovol. Dus dat doen we niet. Dus wij zijn zo schoon, wij spoelen onze toiletten door met drinkwater. Maar zo schoon zijn ze in Turkije niet. Nou, daar moet je rekening mee houden. Maar dat de moeder van mijn kind erop stond met haar hysterische gillende kop dat uh, het kind gevaccineerd moest worden, ja dat sloeg nergens op. Dat kostte 70 euro en ja, ik heb dan uh, het hele geintje kost van ook nog anderhalf uur, een tijdje wachten in een wachtkamer en dat soort dingen. En de vraag is wat wat die, ja wat dat vaccin heeft aangericht in het lichaam van mijn dochter. Dat is maar de vraag. Want daar kom je aan het hekele punt van vaccins, en dat is dat ze niet getest worden. Dat is heel vreemd. Dat gebeurt niet. Kijk, mijn dochter liep geen risico op hepatitis pup Daar in Bodrum. Daar was geen sprake van. We gingen naar een toeristenplek en uh, ik was er de godganse tijd bij. En ik zag de reus op de toer dat ze geen water uit de kraan zou drinken. En trouwens, dat hadden we haar ook al verteld. En trouwens, dat water dat ruikt ook helemaal niet zo fris. En nou ja, kan maar door. Dus dat, er is geen risico mee verminderd met die vaccinatie van mijn kind. Maar er is wel spul gespoten in het lichaam van mijn kind. En wat? En daar begint een hekelpunt. Want wat wordt er eigenlijk ingespoten? Weet jij het? Ik weet het niet. Het is gokken, raaien. En ik kwam er dus achter, dat was ergens, denk ik, 2005-2006, in die periode: dat er in vaccins conserveringsmiddelen worden gedaan. En die conserveringsmiddelen die zijn niet onschuldig. Die middelen die vallen in de groep biocide. En dat betekent: uh, ja, een insecticide dat vermoord insecten, een herbicide dat doodt onkruid, plantjes, een rodicide dat doodt knaagdieren, zoals muizen en ratten. <laughs> Wat heb je nog meer? En een biocide dat doodt alles wat maar levendig is. Bio betekent leven. Het zijn biocides die ze erin doen. En de meest gebruikte, dat zijn squaleen. En dat is een heel groot, bombastisch koolstofmolecuul. En die andere die ze gebruiken, dat is tiomerosal. Of En Dat is een organisch kwikverbinding. En kwik is toxisch, erg giftig, bij lage doses ernstige gevolgen. En dat geldt al voor metallisch kwik. Dus als een thermometer breekt... en je hebt een thermometer met kwik, zo'n ouderwetse... dan komen daar kwikdampen bij vrij... en daar wordt dan voor gewaarschuwd. Nou, is dat ook weer overdreven? Want zo toxisch is het nou ook weer niet. Maar in principe moet je oppassen voor die kwikdamp. En kwik is vloeibaar bij kamertemperatuur... maar het verdampt ook. Niet heel veel, maar het verdampt wel. En dan krijg je metallisch kwik in je longen... en dat is niet fijn. Heel erg wordt het als je ionisch kwik hebt, dus als je een kwik zout hebt. Dan heb je kwik plus en kwik 2 plus, dat is dan geladen kwik en dat is echt heel giftig. En dan een goede middenmotor, dat is organisch kwik. Dat is een stuk toxischer dan als metallisch kwik, is dus dacht ik niet zo toxisch als ionisch kwik. Maar het is toxisch, het is gevaarlijk. En ik vroeg dat naar mijn uh, tante. Die heeft een leven gewerkt in de chemische, medische industrie. En ik vroeg aan haar: klopt dat? Dat ze squaleen en uh, timerosal in die vaccin stoppen? En dan zei mijn tante doodleuk: Ja, natuurlijk. Ja, dat moet wel. Want als zo'n vaccin gaat bederven. en je gaat een bedorven vaccin injecteren in een kind. Nou, dan zijn de rapen gaar. Dus het risico is te groot. Dus we moeten dat risico. Van die conserveringsmiddelen wel nemen. Daar we hebben we geen keuze in. Het niet doen is per definitie te gevaarlijk. Dus moeten we het wel doen. Maar ja, dan rest de vraag: wat is het risico? En dat weten we niet. Er wordt geen onderzoek naar gedaan. En dat zijn de conserveringsmiddelen. En voor de rest heb je natuurlijk de werkzame stof in een vaccin. En wat is dat dan? Ja, dat weet jij ook niet. En het kan wel eens zo zijn dat op de werkzame stof, dat daar een patent op rust. Met andere woorden, dat er helemaal niet openbaar gemaakt mag worden wat erin zit. Ja, ja. Kijk, en dan. Ja, dan moet jou. Net als bij mij. Een, een gevoel van onbehagen gaan bekruipen. Of niet? Want het wordt wel geïnjecteerd in je lichaam. Dat betekent dat alle normale barrières. die je hebt. Dus als jij iets oraals binnenkrijgt, dan, ja, dan komt het dus eerst in je mond en daar begint het al met enzymen. En dan komt het in je maag, en dat is zoutzuur en uh, daar heb je allemaal dingen. En ook die maagenzymen en dan komt het in je darmen en dat is basis en dan heb je je darmflora. Ja, met andere woorden. Uh, en dan gaat het eerst nog langs je lever. En de lever die pakt het ook het een en ander aan. Ja, dat is dus een natuurlijke barrière tussen jou en ziektekiemen. Maar als jij ingespoten wordt. met een vaccin. waar ziektekiemen in zitten. Ja, die worden direct naar binnen gespoten. samen met die conserveringsmiddelen. Ja, maar dat is niet grappig leuk, niet? En dan kan je wel zeggen: van ja, dat moet wel, want anders werkt het niet. Ja, dat begrijp ik wel. Maar waar zijn de testen waaruit blijkt dat het veilig is? En die testen zijn er niet. Er zijn wel heel veel gevallen opgetekend van drama's met vaccinaties. Er is een heel merkwaardig verhaal. Met dat ze de bevolking van het oerwoud van Guatemala. dat ze die uit humanitaire voorzorgsmaatregelen geïnjecteerd hadden met een vaccin, zeiden ze. Maar dat bleek te gaan om syfilis, die geslachtsziekte. En dat bleek te gaan om een experiment: om te kijken of ze zo mensen konden doden. Ja, dit is een vreemd verhaal. Dit heb ik van Prison Planet, van Alex Jones. Die kwam ermee. En dan kan je zeggen: Ja, Alex Jones, die geloof ik niet. Ja, oké. Okay. Maar er zijn nog meer verhalen van vaccinatierondes met hele ellendige afloop. Zo, daar weet ik van Wim, Wim Kruidertuin, mijn vriend, dat er een vaccinatieronde was in Australië onder die aboriginals, die, die originele bevolking, aboriginals. Die mensen die werden dan ook geïnjecteerd. En dan trok dat medisch team weer verder naar de volgende plek. En er was iemand en die reisde er achteraan om te kijken wat er na zoveel tijd dan met die mensen zou gebeuren. nadat ze gevaccineerd waren. En die ontdekte dat heel veel mensen na gevaccineerd te zijn geweest. dat ze ziek werden en een aantal gingen ook nog dood. Dus die, die schrok zich helemaal te platter. En toen is die vaccinatie-exercitie uh, gestopt omdat ze aantoonbare schade veroorzaakten. En dit is naar waarheid opgetekend. Ik weet niet precies verder de details. Maar ik, kan dat kunnen, ik zou het kunnen na kunnen vragen bij Wim. Als je het graag wil weten. Dan weet hij dat wel op te hoesten. En zo is het ook met. Uh, uh, het was dat een of andere uh, BMR. Heet het dat nou dan zo? BMR is Nederlands, maar dan het equivalent ervan. in Amerika. Daar was ook iets mee. Dat was ook een rel. Als je dat gaat napluizen op het internet, dan kom je achter meer dan één zaak. waarbij er al mas werd gevaccineerd en waarbij het fout afliet. En. Dat weten we. En aan de andere kant, wat we ook weten, is dat het niet getest wordt. Helemaal niet. En dat we niet weten wat erin zit. Nou, het lijkt mij een receptuur voor hele kwalijke dingen. Snap je? Dat is gevaarlijk. Dat zou je niet moeten willen. En dat de VVD uh, het vaccineren verplicht wil stellen, dat moeten wij onder geen enkele voorwaarde accepteren. Helemaal niet. En dat kinderdagverblijven kinderen die niet gevaccineerd zijn mogen weigeren, dat moeten we maar accepteren. Dat is dan maar zo. Ja, dus, ja, dat moet dan maar zo zijn. Ik weet niet of je op basis, ja, dan dus zou je in de Nederlandse wet moeten kijken of dat eigenlijk wel mag volgens de wet dat je iemand die niet gevaccineerd is ...de toegang mag weigeren. Dan moet je nou maar eens over nadenken... ...of dat eigenlijk wel toegestaan is. Kijk, iemand die heel erg ziek is... ...ja, die moet naar bed. Dus die moet niet naar zijn werk... ...en ja, die moet geen andere mensen gaan aansteken... ...mag ik aannemen. Maar iemand die niet gevaccineerd is... ...is niet per definitie ziek. Hmm. En een, uh, een kijkeraar van mij, die kwam met een leuke opmerking van, ja, wat is nou het probleem met die kinderdagverblijven? Als alle kinderen die daar zitten kennelijk gevaccineerd zijn, dan maakt het toch niet uit dat er ook een kind komt die niet gevaccineerd is. Want die gevaccineerde kinderen, die zijn toch beschermd. Dus wat maakt het nou uit? Dat is ook logica. En ik kan me voorstellen dat er dan, dus als er kinderdagverblijven zijn, die dan kinderen weigeren omdat ze niet gevaccineerd zijn, dat je dan ook kinderdagverblijven hebt die juist zeggen van nou bij ons is iedereen welkom. Maar ja, waar heb je het nou over? Kijk, er is zoiets als kinderziektes. Mazelen bijvoorbeeld, daar is helemaal niks aan de hand. Mazelen is een gewone kinderziekte. Ik ken iemand en die is 56 inmiddels en die beweert dat hij nog steeds last heeft van het feit dat hij destijds de mazelen heeft gehad. Want, zei hij, uh, ik eet wel eens een hele dag niet. En volgens mij komt dat omdat ik toen de mazelen heb gehad, want toen was eten heel pijnlijk. Omdat je van die opgezwollen dingen hebt en zo, dan eet je, smaak je, eten, je, smaak je niet en alles doet pijn. Ja, dat zegt die man dan heel vrolijk. Maar ik weet dat die man, die drinkt een enorme hoeveelheid alcohol per dag. Uh, die staat 's ochtends op en het eerste wat hij in zijn mond stopt, dat is een checkie. En de hele dag te bak roken en wiet roken en alcohol drinken. En ja, en dan slaat hij wel eens een maaltijd over op een dag. En dan kan hij het wijten aan het feit dat hij mazelen heeft gehad. En ik zeg van nou, als jij eens een dagje opstaat en je rookt niet en je zuipt niet. Nou, dan zit jij om half elf morgens te rammelen van de honger en snak je naar een boterham met kaas hoor. Maar ja, als je, eh, als je gaat roken en blouwen en suipen. en dan begin je al om twaalf uur s morgens mee met het suipen. ja, dan heb je geen honger. Dus daarvoor hoef je de oorzaak niet te zoeken bij het feit dat je destijds de mazelen hebt gehad. En de mazelen is gewoon een kinderziekte, dat is als de ouders de weg naar Rome. En in een land als Afrika kan dat dodelijk zijn. De kans dat je overlijdt als kind aan de mazelen in. En dan heb je het over de gebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Ja, die kans is daar behoorlijk. Maar hier in West-Europa niet. Ja, alles kan. Ja, de kinderen gaan dood en. Ja, dat is gewoon zo. Als je je bevolking stabiel wil houden, hè? als je het aantal mensen stabiel wil houden, niet meer, niet minder, dan moet je 2,1 kind per vrouw hebben. En die 1,1 die, die is nodig omdat er kinderen doodgaan. En hoeveel kinderen gaan er dood? Ja, dus 1 op de 20 kinderen gaat dood. Punt. Dat is heel verschrikkelijk, natuurlijk, maar dat is nu een keer zo. Gemiddeld hè. Zo. En daarom dus 2,1 kind per vrouw, dan blijft je bevolking stabiel. En een kind kan echt aan van alles overlijden. En ja, het kan ook zijn dat een kind dus overlijdt terwijl het de mazelen heeft, en dan wordt er gezegd dat het overleden is aan de mazelen, maar dat weet je helemaal niet. Er kan ook wel een andere factor zijn geweest. En ja, dat er sprake was van een, een verstoring van het afweersysteem. En toen kreeg het kind dus een of andere verschrikkelijke dodelijke infectie. En daarbovenop de mazelen. En de mazelen, dat zag iedereen. En die ene infectie, die heeft nooit iemand opgemerkt. En aan die infectie is het kind overleden. En het wordt vervolgens bijgeturfd bij de mazelen. Dat gebeurt ook. Maar de mazel is in principe niet dodelijk. En hetzelfde geldt ook voor de bof. Een rode hond. En wel meer van die kinderziektes. Ook een ziekte als polio. Die, die ziekte wordt wel genoemd kinderverlamming. Maar. Kinderverlamming, dat is een symptoom van polio. En niet de ziekte zelf, punt 1. Maar je kan er dus een, een, een verlamming van oplopen. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar hoe vaak gebeurt dat? Dus 1 op de 100 of zo? Ja, het is niet zo dat als je polio krijgt, dat je dus dan kinderverlamming hebt. Nee, je hebt polio en ja wat moet je eraan doen uh, ja uitzieken volgens mij er is volgens mij niet veel wat je eraan kan doen het enige wat je eraan kan doen dat is uh, lekker in bed gaan liggen de gordijnen half dicht en uh, een mama die langskomt met kippenbouillon dacht ik hoor maar ik ben geen dokter maar hè? ik gok maar even ik vermoed dat het zo in elkaar zit. Dus wij worden, en dat geldt in het algemeen, dat wij worden heel erg bang gemaakt voor van alles en nog wat. En het is maar de vraag of we echt bang horen te zijn. Snap je? Want die ziektes waar tegen geënt wordt, daarvan is vastgesteld dat die ziektes waren aan het begin van de 20e eeuw veel meer voorkomend dan heden ten dagen. Ik denk eens aan ziektes als TBC, tuberculose, polio, denk ik ook wel. En die ziektes, het voorkomen daarvan was al aan het dalen op het moment dat men begon met grootscheepse vaccinatie. Dus het was al aan het afnemen. En hoe kwam het dan dat het aan het afnemen was? Nou, ik heb geleerd op de, de Landbouwhogeschool, waar een behoorlijk aandeel uh, gezondheidskunde in zat. Hè, daar werd ons geleerd dat de verbeterde leefomstandigheden in West-Europa ervoor zorgden dat mensen langer leefden. En dan ging het met name om de kwaliteit van het voedsel. Maar ook uh, voldoende nachtrust en uh, uh, woningen die niet tochtig waren en dat soort dingen. Hygiëne, niet te vergeten, dat is heel belangrijk. Ja, dat nam allemaal toe aan het begin van de 20e eeuw. Dus al die, heel veel van die verschrikkelijke ziektes, ja, die waren al aan het verminderen. En toen gingen we ook nog vaccineren. En ja. Maar de vraag is wat het aandeel, was, wat het positieve effect was van die vaccinaties. Als het voorkomen van die ziekte zo zwaar aan het afnemen was. Dat is toch een logische vraag, of niet? En die mag je jezelf dus stellen. En ons werd dus geleerd dat het met name het, het, het verbeterde voedselaanbod geleid heeft tot de hogere levensverwachting die wij nu hebben. En niet de gezondheidszorg in het algemeen. Ja, ook de vaccinaties dus niet. Ook al die andere dingen dus niet. Het is de voeding. Die is veel beter. En dat is mooi, daar moeten we dankbaar voor zijn. Maar daar zit dus de oorzaak van het positieve. Van het feit dat wij in de regel, ja, worden wij best oud hier in West-Europa. Dan word je zo oud, je moet die als oude lul doorwerken tot je 67 staat. En drie maanden. Want dan pas krijg je AOW. Want we worden allemaal zo oud. En terug naar die verplichte vaccinatie. Kijk, omdat het dus dat ze de inhoud van die vaccins niet vrijgeven. En omdat ze die vaccins niet van tevoren testen. Dat moet voor ons voldoende reden zijn om te zeggen: nee, dit mag niet verplicht worden. Want dit houdt in dat je als mens een risico neemt. En dat risico moet je neerleggen bij de mensen die daarvoor kiezen. Dus het moet vrijwillig zijn, want je neemt een risico. Je kan niet door een instantie verplicht worden om een risico te nemen. Zeker niet als het gaat om je eigen gezondheid. En de risico's van vaccinaties zijn de, aan de ene kant de conserveringsmiddelen. En dan met name ben ik beducht voor dat organische kwik, dat timerosal. Want kwik, dat komt in je lichaam en gaat er in principe nooit meer uit. En het nestelt zich in de zenuwbanen en bijvoorbeeld ook in je hersenen. Dat moet je niet willen. En kwik is geleidend, het is een metaal, het is een supergeleider. En dan moet je dus niet willen. En dat is Ja, dat goedje ken ik verder niet. Maar het ziet er heel erg angstaanjagend, onheilspellend uit. Het lijkt mij een soort uh, werking van een. een zo'n zo sloopkogel. Die ze gebruiken in de sloop van gebouwen. Dat ze uh, zo'n kogel in de te slingeren. En dan bang, bang, bang. Zo'n soort effect lijkt het mij hebben op je organische weefsel in je lichaam. Ja. En dan heb je nog het werkzame deel... je. Yeah. Kijk, de bedoeling is dat... je afweersysteem... die verzwakte ziektekimmen... Er helemaal één voor één afmaakt. En dat is de bedoeling. En dat daarmee het afweersysteem... een training heeft gehad... En als het afweersysteem dan geconfronteerd wordt met de echte, onverzwakte ziektekiem, dat het afweersysteem wel weet wat het daarmee moet. He? Ja. Hm. Nou, wat kan hier fout gaan? Nou, wat fout kan gaan is dat het afweersysteem niet alle ziektekiemen afmaakt. En dat is de these, de idee, de hypothese. van een Britse arts. genaamd Andrew Wakefield. En die zegt van ja. er zijn van die verzwakte ziektekiemen. die komen het lichaam binnen. middels een vaccinatie. en die nestelen zich vervolgens in het lichaam. En de plekken waar het zich kan nestelen. die hij dan betitelde, bestempelde. Dat was in de darmflora. En dat je darmsysteem verstoord kan raken door die ziektekiemen. En dat je darmflora in de, war kan, in de war kan raken. En als jouw darmflora in de war is, dan neem jij je voedsel niet goed op. En als jij je voedsel niet goed opneemt, dan zijn de gevolgen niet alleen lichamelijk, maar die kunnen ook geestelijk zijn. Dus dat je geestelijk gesproken ook de informatie niet meer goed opneemt. Vandaar de link tussen een verstoord darmflora en afwijkingen zoals autisme. En dus de, de andere kant op van de verstoorde darmflora naar vaccinaties. En dat is dus de link tussen vaccinaties en autisme. Dat het denkvermogen van het kind verstoord is geraakt, via via, door een vaccin. Ja, en hadden ze nou die vaccins dan maar gewoon getest, ja, dan is er niks aan de hand geweest. Snap je? Maar ze hebben die dingen nooit getest. Dus dan, dan blijft zo'n verdachtmaking van Andrew Wakefield, die blijft maar een beetje in de lucht hangen ja, dat is niet gezellig, of wel? Toch? En dan moet je dus niet... Uh, dan vind ik dus dat onze overheid daar heel erg knullig mee omspringt. Dat vind ik. Dat moeten ze niet doen. Ze moeten open kaart spelen. En iemand als Andrew Wakefield... Die krijgt dan een hele slechte pers. En om iets te, te, eruit te lichten. Kijk, het verhaal van Andrew Wakefield was dat hij was een, een, een gastro endocrine weet je gastro. Niet een gastronoom. <laughs> maar even iets met je maag darmkanaal specialist maar hij heeft dan een mooie naam. Dat was zijn vak. En hij kreeg dus patiënten en die hadden dan een verstoorde darmflora. En dat constateerde hij dan. En dat kan je vrij simpel constateren door een sample te nemen. Nou, een Nederlands woord is een. Uh, hoe noemen we dat? Ja, dan neem je een beetje. Nou, je, ja, je moet in feite met een iets van een, een. Een of ander lepeltje moet je in de anus van iemand even schrapen. En dan heb je wat darmflora. Of, of je neemt gewoon ontlasting, misschien is het dat al. Je gewoon ontlasting neemt. Ja. Want in de ontlasting kan je natuurlijk ook uh, naspeuren wat de darmflora is. Ja, en dan hadden kinderen hadden een verstoorde darmflora. Een, nou, dan kan je dat met eenvoudige middelen. Krijg je dat wel weer in balans als je weet waar de verstoring zit? Dat is dan verder niet zo'n punt. Maar nou was het hem opgevallen dat veel van die kinderen niet alleen een verstoorde darmflora hadden, maar dat ze ook, uh, dat ze ook autistisch waren. En dat die kinderen die een verstoorde darmflora hadden... en daarom kwamen ze bij Dr Wakefield... en dat ze ook nog autistisch waren... dat ze nadat dokter Wakefield ze behandeld had... en dit darmflora weer normaal had gemaakt... dat dan die autistische symptomen verminderden. Sterker nog, die kinderen waren niet langer autistisch. Dat was hem opgevallen. En toen dacht hij, goh, dit valt mij op ik ga dit eventjes wat breder onderzoeken. En toen heeft hij allerlei ouders aangeschreven... of hoe dan ook, dat weet ik weet niet hoe dit precies gegaan is... maar hij heeft uh, mensen benaderd en hij heeft ze betaald... om deel te nemen aan dat medisch onderzoek. Ja, niet uh, 100.000 euro per persoon, maar men kreeg een bedragje... Ja, dat was misschien uh, groot, uh, hoog genoeg voor de reiskosten of zo. De mensen moesten natuurlijk even langskomen met hun kind en dan weer ja, ontlasting brengen, dat soort dingen. Dus ze kregen misschien een tientje huh? per kind, zoiets. Een klein bedragje en dan betaalde hij uit eigen zak of uit zijn praktijk of whatever. Nou, en op dat feit dat hij zijn proefpersonen betaald heeft. Nou, oh nee, maar dat kan niet. Dat is onethisch. En dan ga je ga je proefpersonen betalen. nou is het hek van de dam. En Drew Wakefield is een, een lul. En die man is dus zijn artsenvergunning dingers in Engeland kwijtgeraakt. En hij heeft toen zijn boeltje gepakt. En hij is geëmigreerd naar Amerika. En nou zit hij in. Nou, toen zat hij in Austin, Texas. En daar is hij dan maar een praktijk begonnen als maag-darm-kanaal-specialist. Maar het feit dat ze hem gepakt hebben op dat hij dus proefpersonen een vergoeding gaf voor het deelnemen aan de... Ja, voor het ter beschikking stellen van darmflora, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, dat ja. slaat nergens aan. Dat is niet het niveau waarop je de discussie zou moeten voeren, de discussie zou moeten gaan. Klopt. De, klopt het idee van Andrew Wakefield? Want als je je afvraagt of het überhaupt kan, maar het antwoord is ja. Het is mogelijk. Nou, dat het mogelijk is, wil niet zeggen dat het ook zo is, want zo werkt het niet. Maar dat het mogelijk is, betekent wel dat je de moeite moet nemen om te kijken of het ook zo is. Want het is mogelijk. En wat je niet moet doen, dat is zoiets eruit lichten als dat Andrew Wakefield die deelnemers aan het experiment een financiële vergoeding heeft gegeven. Want dat maakt er helemaal niet uit. Toch? Er zijn wel meer uh, onderzoeken geweest waarbij je een vergoeding kreeg. Ik kan me herinneren dat ik ook. Uh, ja, toen was ik student en toen moest ik even langskomen. Bij de faculteit Huppeltje Pub. En. Uh, er werden wat vragen gesteld. En achteraf bleek het te gaan over een onderzoek naar. Zegt, de effecten van roken. Bla 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 bla. Zo. Nou, ik weet nog dat ik daar een tientje voor kreeg. En omdat je daar een tientje voor kreeg. en ik wist helemaal niet waar het over ging, hè, maar. Ja, je zou niet geïnjecteerd worden, je hoeft ook geen pillen te slikken. Het was alleen maar dat je. Um, je moest roken. Je moest roker zijn. Ja. Nou ja, ik rookte. Ik rook nu niet meer. Ik rookte toen. En daar heb ik ook voor, voor goed voor gekregen. Dus. En daarom heb ik ook meegedaan. Anders had ik niet meegedaan. Nee. Dus over dan die vaccintoestanden. Jij als oudere mens. Jij hebt natuurlijk met die kinderziektes niks te maken. Dan heb je nog als volwassene dat je je zou kunnen laten inenten tegen de griep. En daarbij speelt de factor. Mee dat die griepvaccins, die moeten ieder jaar opnieuw vernieuwd worden, omdat er steeds weer een nieuw griepvirus is of kan zijn. En die vaccins kunnen per definitie niet getest worden. Jij moet dan maar bepalen voor jezelf of jij dat dan wel wil. Iets wat per definitie niet getest kan worden, wordt in jouw lichaam geïnjecteerd. Ik zelf zou dat nooit van mijn leven willen. Punt. En ik ken ook iemand die, dat vertelde Wim, Wim Goudetuin, had een kennis van hem, die deed ieder jaar de griepbrik halen, en ieder jaar had hij een milde vorm van griep. En toen had hij een jaartje, was hij het vergeten of hij had geen zin of zo, dan had hij dus geen grieprik gehaald. En in dat jaar had hij voor het eerst geen milde griep. En dan had hij tegen Wim verteld, en gezegd: van goh, het is net alsof ik die milde griep heb opgelopen door die vaccinatie. Waarop Wim tegen hem zei van ja, wat had je anders verwacht? Je wordt toch geïnjecteerd met een verzwakt virus. Dus je hebt dan een milde griep gegarandeerd. Oh, die. Nou, dan doe ik het voortaan denk ik echt helemaal nooit meer. Nou, ze wim, dat lijkt me wel heel verstandig. Als je geen griep wilt, moet je je niet laten injecteren met die rotzooi. En als je het toch per ongeluk oploopt, ja, zorg ervoor dat je afweersysteem in een dermate goede conditie verkeert dat je die griep even uh, de, ja, de baas bent. En hoe zorg je voor een goed afweersysteem? Ja, gevarieerd eten en niet te veel stress, uh, frisse lucht, uh, voldoende beweging. Ja, noem nog wat uh, dingen. Dat soort dingen. Hè? En ja, uiteindelijk ga je dood. En je gaat dood aan iets, dat mag duidelijk zijn. De vraag is of het je laten inspuiten met vaccins of dat levensverlengend is, want dat is nooit vastgesteld. En jij kan er wel in geloven, maar dat is dan geloof. En de vraag is of dat een verstandig geloof is, het is in elk geval niet gebaseerd op rationaliteit. En het plan van de VVD om dan het verplicht te gaan stellen, dat vind ik misdadig. Daar zouden we uitermate fel op moeten zijn. En ja, het zou reden genoeg zijn voor mij om de VVD als partij een officiële waarschuwing te geven. En bij herhaald overtreden dat de partij verboden wordt. Want dit kan natuurlijk niet. Je mag mensen niet verplichten tot het laten inspuiten met iets waarvan jij de risico's niet eens kent. Ze dus spelen met andermans lichaam. Dat lijkt mij ongelooflijk immoreel. Toch? Dus dat moet je nooit willen accepteren. Dat is nu een keer zo. Lijkt mij hoor. Dus voorbij elke vorm van. Ja. Als de VVD nog stond voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Nou. Uh, vrijheid. Daar hoort niet bij dat je verplicht wordt om je kind te laten vaccineren. Oh, want dat wou ik nog zeggen. Dat gaat. Is een mik op je kind. Hè? En als het gaat om polio. dan kan je je. voordat nou ik me voorstellen. dat je. nou, als je dat wel doet. Dus die DKTP. daarvan denk ik. dat dat niet gevaarlijk is. Maar dat is dan één vaccinatieronde. Of misschien dat die twee keer moet. Maar daar zou ik het mooi bij laten. En uh, vaccins. Tegen HPV, het humane papillovirus, Dat is dan wordt in verband gebracht met baarmoederhalskanker. Dat zou ik niet doen. En in je vaccins tegen hersenvliesontsteking. Een meningitis of zo. Meningitis. Dat zou ik ook niet doen. Ik zou het heel erg van vaccin tot vaccin gaan benaderen. Een, eigenlijk zou ik zeggen: DKTP, dat kan je doen. Want ja, dat is al zo vaak gedaan. Dan mag je ervan uitgaan dat het niet gevaarlijk is voor jouw kind. En dan heb je er toch een bescherming gegeven tegen polio. Nou, dat is toch een zorg minder. De kans dat je kind polio krijgt is heel klein. En de kans dat je kind van polio die verlammingsverschijnselen oploopt, die is dus nog kleiner. Dus de kans is niet heel groot, maar dan nog. Tja, en voor de rest zou ik het heel erg kalm aan doen. Er goed bij blijven nadenken met wat je nou wel en wat je nou niet wil. Want het is niet zonder meer veilig. Was het maar zo dat, dat de mensheid zo was dat, ze, dat we elkaar dat nooit aan zouden doen om uh, onveilige dingen te verkopen? Dat is, uh, het is te vaak gebleken in het verleden dat er een of andere pijnstiller en daar kreeg je mismaakte kinderen van. weeten je dat ook alweer. Het was toen ook nog een soort volksbegrip. Een hè, baby. Er waren moeders en die waren zwanger. Hè? Ja, er waren dus zwangere vrouwen die hadden die pijnstiller, Gewoon maar een hè? Hadden die pijnstillen geslikt. En vervolgens ze mismaakte kinderen. Echt verschrikkelijk. En het heeft een hele tijd geduurd voordat ze erachter waren gekomen dat het die pijnstiller was. En toen bleek dus dat die pijnstiller niet goed getest was. Nou ja. Nou, ga er maar aan staan bij je vaccins, snap je? Dat is allemaal niet zo vrolijk, man. Dus hou daar rekening mee. Het beste is altijd nog om zelf te blijven nadenken. Er is in Nederland een vereniging voor kritisch prikken. Vereniging voor... Voor kritisch prikken. Dingen. Wim, Wim Kruidertuin is daar lid van. En daar kan je wel informatie opvragen over de risico's van bepaalde vaccinatierondes. Ik zou er dus op die manier mee omgaan. En de VVD, als die door blijft gaan met deze idioterie. Uh, ja. Ja, het is echt het einde van onze samenleving. Als, als de staat in deze het recht krijgt. om de bevolking te injecteren. met spul waarvan de bevolking niet mag weten wat erin zit. Dan moet jij toch. Snappen dat dat het einde is van je rechtsstaat. Dan kan je net zo goed collectief zelfmoord gaan plegen. Dat is dan de dokter mengelen uit de concentratiekampen van Auschwitz uh, all over again. Want dit gaan we toch niet doen. Of wel? Nou, ik hoop jullie hiermee voldoende info gegeven te hebben. Je mag er lekker zelf over gaan nadenken. Wat vind jij nou verstandig voor jouw kind? Wat vind jij nou verstandig voor jezelf? En bedenk goed, uh, uh, vaccinaties, het is pas echt van start gegaan aan het begin van de 20e eeuw. En de ziektes waar het allemaal om ging, die waren toen al stevig aan het dalen. Dus het is maar de vraag of ze überhaupt effectief zijn geweest. Dat ze risico's inhouden, dat weten we zeker. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. En op zijn hamburgs zeg ik dan tegen jullie: tjus. En denk er maar goed over na, lieverds.